Ik wil ook even opmerken dat de laatste jaren er komen steeds meer internationale studenten die hier een half jaar of een jaar verblijven. Het lijkt al alsof de fiets steeds meer een wegwerpartikel wordt die men laat staan. Daardoor krijg je veel fietswrakken, weesfietsen. Ik ervaar dat zelf ook, dat het heel lastig is om te parkeren, ook al zijn er allerlei hele goede voorzieningen gecreëerd. Ik zou de wethouder willen vragen om ook eens te kijken of er pilots mogelijk zijn dat fietsen niet direct worden weggeknipt en er om worden gebracht. Bijvoorbeeld op de Erasmus Universiteit, als je daar je fiets verkeerd parkeert, krijg je een hangslot van de universiteit erop en dan kan je daarna een boete betalen, krijg je hem terug. Dus wellicht zou je fietsen de eerste 24 of 48 uur van een slot kunnen voorzien. En dat je dan tegen een geringer bedrag je fiets terug kan krijgen. En als een fiets echt structureel blijft staan, dat die dan afgevoerd wordt naar Omoord. En dat je dan gewoon een heleboel geld kwijt bent. Dus niet dat je even snel inkopen doet en dat je gelijk je fiets in Omoord staat. En met op hoge kosten wordt gejaagd. Dank u wel.